video gaan we een zandzakkenbunker bouwen. Ik heb hier heel veel zandzakken. In de tas achter de camera zijn er nog veel meer. En ik ben benieuwd hoe we dit gaan doen. Ik denk dat het handigst is om op deze heuvel al die zandzakken te vullen en een soort dugout shelter te maken. Maar ik ben benieuwd hoe we dit gaan doen überhaupt. Het zal wel even duren voordat ik hier handig in ben. Maar goed, alles kan je leren. En zonder te proberen ga je het niet leren. Dit belooft een lange, zware dag te worden. Al die zandzakken moet ik in mijn eentje vullen, dichtknopen en op de juiste manier op elkaar stapelen. En dat gaat niet altijd goed. Abonneer even op mijn kanaal. Als ik dit jaar de 30.000 abonnees haal, ga ik met één van jullie overnachten in de wildernis. Like de video en dan gaan we snel verder met het bouwen van de zandzakken. Nummertje 1, nog 74 te gaan. Even kijken een beetje welke afmeting ik ongeveer wil gebruiken. Ik denk zo... Dit is denk ik een mooie afstand. Abba. Op dit tempo gaat het mega lang duren. Ik ga even aan de slag. Ik kan jullie vertellen, het gaat sowieso mega lang duren. Oké, deze zak ging al aardig wat sneller. En het in elkaar vouwen begint ook steeds wat makkelijker te gaan. En kijk. Op deze manier gaan we ze straks opstapelen. Hoppa, dit is dan al de tweede verdieping. Ja, hier komt waarschijnlijk een best wel hoge muur. En daar hoeft dat minder, omdat dat stuk hoger is natuurlijk al. Eens kijken hoe snel we dit kunnen doen. 3, 2, 1, start! Oh jee. Oh, het gaat helemaal mis. Stop de tijd. Oei oei. Deze ging nog niet super goed. Dit is ook pas zak nummer 5. Ik ga de volgende sneller proberen te doen. Zak nummer 6. 3, 2, 1, start. Het lastige is dat je de zak open moet houden en hierin moet scheppen. Maar de schep die past er maar net in. En de zak die wil helemaal niet open blijven. Maar goed, hoe vaker je dit doet, hoe handiger je erin gaat worden natuurlijk. Stop de tijd. Hoi, dit voelde een stuk sneller in ieder geval. Zo, de eerste rij is af en je moet er nog een paar op. En het moet natuurlijk nog helemaal rondom, maar dat komt natuurlijk veel later. En uiteraard gaat hier dan steeds meer zand weg. Dit was in ieder geval al best wel heel veel werk. En dit is ongeveer 10% van de zakken die ik heb. Dus ja, hier zijn we nog wel even bezig, want ik ben ongeveer ruim uur al bezig nu. Oké, laten we door gaan knallen. Deze video wilde ik graag met Thijs of met Rick opnemen, omdat je elkaar dan kan helpen met het openhouden van de zandzak en elkaar kan afwisselen met het scheppen. En met veel meer is dit ook nog eens handig. Maar Rick en Thijs hadden hier geen zin in en dat snap ik wel nu ik hier een uur sta te zweten en te tobben. De eerste twee lagen zijn helemaal af. Ik ben net begonnen aan de derde laag. Maar daar moeten we nog het grootste gedeelte van. Ik denk dat deze voorste muur in totaal wel 5, misschien wel 6 hoog moet worden. Dus dit wordt nog een uitdaging. Tijd om even wat te eten. Gelukkig is het mooi weer vandaag. Een lekkere dag om op het strand te liggen in plaats van te zwoegen aan deze zandzakkenbunker. Gelukkig kan ik helemaal niet stil liggen. Dus hop, weer aan het werk met die bunker. Tijd om weer verder te gaan na een pauzentje. We hebben nu 16 zakken gedaan en ik heb er in totaal volgens mij 75 of zo. Dus we moeten nog wel even. Baba. Dat was nummertje 17. Op naar 18. Heeft iemand zelf ooit al eens een hele grote kuil gegraven op het strand? Dit is een soort 2.0 versie, omdat je door die zandzakken veel sneller omhoog kan bouwen. Let maar op.
We hebben natuurlijk ooit een keer zo'n bunker gebouwd. Dat was makkelijk, scheppen, hup, alles aan de zijkant. En daar was een dak erop bouwen best een uitdaging. Hier is eigenlijk de uitdaging om het in die zak te scheppen. Want ja, je staat een soort met twee handen. Eigenlijk zou het lekker zijn om dit met z'n tweeën te doen. En de uitdaging is ook trouwens om het dicht te knopen. Dat kost ook best wel wat tijd. Omdat je hem een soort eromheen moet draaien. Misschien is er een betere manier voor. Ik heb hem nog niet bedacht. Dat is het leuke aan dit soort dingen. Ik ga gewoon iets proberen. Soms werkt het net niet helemaal. En dan leer ik achteraf vanuit de comments vanuit jullie, leer ik het allermeest. De eerste drie lagen zitten erop. Op naar laag nummer 4. Het begint langzaam hier ook wat dieper te worden. Maar dat is alleen maar mooi, denk ik zo. Ups, goed idee. Zo, dat is er weer één. Ik sla ze altijd een beetje plat, dan kan de volgende laag er makkelijk op. En hier staan we de hele tijd lekker te stampen. Het is gewoon een random dag, eind oktober, en ik krijg het idee dat ik gewoon langzaam aan het verbranden ben zelfs. Terwijl zo lekker weer zou het helemaal niet hoeven te zijn, horen te zijn. Ik klaag niet over het lekkere weer, maar het is toch een beetje warm. Like even deze video, abonneer even op mijn kanaal. Ik zou die 30.000 dit jaar echt fantastisch vinden. Ik heb mezelf voorgenomen iedere week tot het einde van het jaar te uploaden. En 30.000 abonnees zou dan voor een hele mooie beloning zijn. Nu maar weer knallen. Oké, laten we er wat tempo in knallen. Als ik in mijn handen klap, ligt er een zandzak bij. En als ik nog een keer klap, ligt er nog een bij. En bij de volgende klap is zelfs de hele laag af. En de vierde laag zit er helemaal op. Moet je kijken. We zijn bijna helemaal rond inmiddels. Alleen dit stukje moet nog. Volgende laag gaan we heel de achterkant volleggen. Dus dan wordt die helemaal rondom gevuld. En dit duurde gewoon even 3 kwartier om die laatste zakken te vullen. Het tempo gaat er steeds een beetje meer uit. Maar goed, we gaan weer doorknallen. Want deze laag moet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 19 zakken zijn. Dat was de eerste twee lagen, was ook 19 zakken volgens mij. Of zelfs 16. Nou goed, we gaan knallen. Het begint inmiddels al ergens op te lijken. Wel vet om te zien, zeker vanaf de voorkant. Ik krijg een beetje last van mijn zin. Ik denk dat ik nog niet eens op de helft ben van alle zakken. En aan het eind moeten ze natuurlijk ook allemaal weer leeggehaald worden. Ik heb het gewoon naar mijn zin, diep van binnen. Maar soms vraag ik me wel hardop af, wat ben ik nou aan het doen? Het mooiste van dit soort avonturen is dat het gewoon fantastisch is om later op terug te kijken. Als ik deze foto's zie, die ik hier straks van ga maken, hoe het eindresultaat is geworden. Dan denk je, oh, dat was eigenlijk wel echt lachen om te doen. En die pijn aan je rug en weet ik veel wat, die vergeet je dan gewoon weer. Die blaren die gaan wel weer weg, maar die herinneringen die blijven mooi. En die worden alleen maar mooier als je er hard voor je best hebt moeten doen. Hoppa. Het begint al best een uitdaging te worden om weer erin te komen. Want als je daar loopt, dan stort heel de bende in. Nieuw voorraadje. Kunnen we eens even flink aan de slag met deze laag. Hij is al tot mijn navel. In principe als ik ga zitten is het meer dan diep zat. Maar sowieso moet heel deze laag rond. En eigenlijk daarna nog eentje erbovenop, denk ik. Dan begint het al ergens op te lijken. Volgende zak. Het is best lastig om een goede plek te vinden om dit te doen. Officieel mag dit niet helemaal, maar niemand heeft natuurlijk een grote zandvlakte in zijn of haar achtertuin. Mocht iemand dit wel hebben, stuur me even een DM, want ik kom graag een 2.0 versie maken van dit avontuur. Ik heb dus gisteren gesport, heb mijn rug en mijn biceps getraind. Ik weet niet hoe slim dat was. Ojojoj. Dat dichtknopen van die zak kost ook best wel veel tijd. Maar ja, als je het niet goed doet, dan loopt alles eruit en zakt heel je bende in. Dat willen we natuurlijk ook niet. Hoppa! Oh jee, te lomp. Help. Oh mijn god. Ik ben vanaf 's ochtends vroeg bezig. Het begon er echt op te lijken. Een paar zijn ook open gegaan. Ai. Dit moet gefixt worden. Maar dit gaat wel even tijd kosten. Oei, het ging zo lekker. De binnenkant was echt nog wel veilig. Maar ja. Dit had ik niet helemaal keihard aangestampt van tevoren, zoals ik bijvoorbeeld daar wel had gedaan. En nu zijn we terug bij af. Even een koekje voor de motivatie.
Eens kijken wat we hier nog van kunnen maken. De muur staat weer overeind. Jemig, wat een werk. Dit moet niet nog een keer gebeuren, want dan wordt het een vervelend einde van de video. Ik heb niet zo heel veel zin meer naar het evenement van net. Maar goed, we gaan door. Deze heb ik neergelegd zonder hem dicht te vouwen, knopen en doen. Dus kijken hoe wat dat scheelt. In tijd denk ik best een hoop. We moeten nog best wel veel en het begint al wat later te worden. Dus lekker doorknallen. Voor de mensen die de video helemaal tot hier hebben gekeken en nog niet zijn geabonneerd, abonneer even op mijn kanaal, want bijna 70% is niet geabonneerd. Maar het helpt mijn kanaal wel als mijn abonnees groeien uiteraard. Als ik gebukt zit, zie ik de camera niet meer. Het begint wel bizar hoog te worden. Wat er net gebeurde met de muur die zo naar buiten viel, dat kan natuurlijk ook de andere kant op. En dat kan nog wel eens lelijk uitpakken, dus doe voorzichtig, doe dit niet zomaar even na. Het kan best gevaarlijk zijn namelijk. Er zit overal zand op dit moment. Als ik beuk merk dat ook alles aan de binnenkant van mijn broek zit. Chill is anders, maar ja joh, zijn weer wat leuks aan het doen. Ik ga er nog even snel 4 of 5 doen. En dan laat ik jullie zo de hele laag zien. Als die helemaal rondom is. Behalve als het daarvoor weer eens misgaat. Maar laten we dat even niet doen. Later. Oei. Ik ben echt helemaal verrot. Op deze verdieping moeten we er nog eentje daar zo in de hoekie. Maar ik zit heel even uit te rusten. Maar kijk dit joh. Het is ook best wel een hoogteverschil. Er zitten gewoon 2 zandzakken boven mijn hoofd hier. Ik ga zo die laatste even maken. En dan is de eerste echte volledige verdieping is af. 18 zandzakken voor een hele ronde. En ik wilde echt wel nog eentje bovenop maken. Dat betekent dat ik er nu nog 19 moet voordat ik klaar ben. Tenminste, klaar met bouwen. Dan komt nog meer verschrikkelijkheid. Maar goed, eerst afmaken wat we af moeten maken. De laatste van de eerste volledige rij. Hoppakee, die ligt. Ik ga er nog 1 volledige rij opmaken. Dat zijn er nog 18. Eerst denk ik ongeveer 2 minuten per zak vullen. Maar dat is inmiddels 5, het gaat niet meer zo hard. Maar we gaan nog even knallen. Zo, 18 kan naar 17. Deze gaan we er allemaal voorzichtig op leggen. Voorzichtig doen is zeker belangrijk, want zo'n omvalavontuur is niet goed voor de stevigheid van de bunker. Ook mijn rug vindt het niet helemaal fantastisch en er valt soms wat zand uit de zandzakken als het valt. Hoeveel keer denken jullie dat de bunker nog gaat instorten vandaag? Laat het weten in de reacties. 15 mag naar 14. Hoppa! Zo. Kijk, ik heb hier een gat gemaakt en daar kan ik dan mijn vuurtje in doen. Theoretisch gezien zou je ook een andere weg naar buiten kunnen graven zodat de rook wegtrekt. Maar ik weet niet of jullie dat zien op camera, er komt af en toe wat zand overheen gewaaid. Maar het is wel fijn om even een plekje te hebben, niet midden in je bunker om het zo maar te zeggen. Want hier kan ik gaan liggen, dat is iets minder steil naar beneden. Zorg dat je er nog uit kan klimmen, want het is best een beetje hoog aan het worden zo. Dit is even de laatste die ik nu op voorraad heb. De rest ligt in die tas daar. Overal zit inmiddels zand. Het is niet meer heel chill, maar ja, we moeten nog even door. Ik heb nog 13 zandzakken nodig om helemaal rond te komen. Ik heb er nog 12, helaas, eet weinig. Maar goed, we gaan eens even vol knallen en dan ben ik benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ga even knallen. Oh. Waarom elke keer precies die op die hoek? Gewoon letterlijk 2 uur geleden gebeurde dit. Het is een mentale knak. Een tijd terug lag er een muur aan de buitenkant. En nu ligt dit hier. Nu staat deze grote staat nog. Nu is die kant zo ingestort. Oké, we moeten gewoon doorpakken. Ik ga ze weer even terugleggen. Deze is niet meer zo mooi en stevig natuurlijk, maar dit is misschien even het beste wat ik ervan kan maken. Oef. Na deze zak moeten we er nog 10, dus het einde komt in zicht. Ik hoop dat er niet weer een instortincident gaat gebeuren. Die zandzakken zijn best zwaar, rustig 25 of 30 kilo denk ik, misschien zelfs wel meer. En na zo'n hele dag daarmee is het toch niet meer leuk om ze zomaar elke keer op te moeten rapen. Degene die ik nieuw vul en dichtknoop, daarvan denk ik, ach yes, we zijn er weer een stap dichterbij. Maar degene die naar beneden komen zetten, die wil ik helemaal niet voor de tweede keer oppakken. In ieder geval niet op dit moment.
Wie is het al opgevallen dat best wel vaak al zit ik zand erin te mikken, als ik mijn mond open doe. Ik voel me echt een beetje dom, maar het gebeurt toch elke keer onbewust. Tijdens zulke avonturen leer je jezelf ook weer een beetje beter kennen. Niet altijd de positieve zin, ach ja. Zo, kijk die dikke larf, die is bijna net zo groot als mijn hele vinger joh. Hij beweegt ook nog. Maar deze had ik nodig tijdens die Bear Grylls video. Hoewel, ik weet niet of ik dit zou eten. Kijk hoe gestoord dit eruit ziet. Ja. Doei. Je mag lekker verder in het zand leven. Ik ga hem nu op een plek leggen. Dat is best een beetje spannend. Daar is de muur best recht naar beneden. Dus we gaan hem super voorzichtig neerleggen. Oh. Mijn rug begint steeds meer en meer echt serieus pijn te doen. We zijn er wel bijna. Volgens mij nog 2 of 3 zakken, dus dan zijn we er. Oei, oei, oei. Dan gaan we dan scheppen voor de laatste paar keer. Tot zo. Als jullie suggesties hebben voor een nieuw video-idee, laat het weten. Ik lees vaak bijna alle reacties, dus ik ben benieuwd. De allerlaatste, nummertje 75. Allerlaatste. Leren, dit was zwaar. Maar ik ben nog niet klaar. Hier kom je de bunker in. En waar ik nu sta, daar is de lichtplaats. Hier is de vuurmaakplaats. Dat is dan een beetje eruit. En hier is dit is wat dieper gemaakt. Dat noemen ze een kouval. Hier kan dan alle koude lucht naartoe. Zodat daar waar jij slaapt, dat het niet te koud wordt. Kijk, we hebben een paar aandekkers. Een biertje zit hier. Hier zit er één. En hier zit er ook heen. Ik snap niet waarom mensen dat begraven, eerlijk gezegd. Maar het zand zat ongeveer tot hier zo. Die ligt er gewoon diep. Die ligt ook gewoon bijna een halve meter onder het zand. Ik denk dat als ik nu ga liggen, dat ik niet meer overeind kom. Kijk hoe bizar dit eruit ziet. Dit is trouwens best gevaarlijk, heb ik al een paar keer gezegd. Maar doe dit niet zomaar. Als nu heel die muur op mij valt, dan wordt echt levensgevaarlijk. En zeker dat soort kuilen kunnen gewoon gevaarlijk zijn. Je moet niet zoiets zomaar maken om erin te gaan. Die muur is niet zo mooi, maar die is natuurlijk ingezakt. Die hoek durf ik niet meer aan te zitten, want die is al 2 keer ingezakt. Want deze muur is ook een keer met zijn hele ellende omgevallen natuurlijk. Oei, oei, oei. Taai, taai, taai. Oeh. Ik wilde zeggen, dit is de bunker. Maar dit was de bunker. Want nu is deze muur ingezakt. Ik heb net 4 keer voor de thumbnail hierheen gerend, over dat ding geklommen. Niks aan de hand. En nu wilde ik nog wat laatste dingetjes zeggen. Stort die muur in. Helaas even zo wat het is. Stel, ik zou hier echt moeten overnachten. Dan had ik hier zo'n hele grote plaat van 1,22 bij 2,44 hierop gelegd. Klein beetje zand erop, zodat die goed blijft liggen. Hier ook. Dan had ik bijvoorbeeld daar een paar zandzakken weggehaald, zodat je er daaruit kon. Maar waar ik nu ben is meer dan 1 uur lopen vanaf waar je met de auto kan parkeren. Zo'n plaat is bijna je eentje al niet te tillen. Laat staan 2. Dus ja, ben ik gewoon 10 uur bezig om 2 platen op het dak te leggen. Stel je maar even voor zo. Hop, hier een plaat. Goed voorgesteld. Nou, en hier kon ik dan mooi slapen, heb ik net al laten zien. En nu kan dat dan niet meer. Beetje zuur, maar het is tijd om op te gaan ruimen. Ik had verwacht dat hij zo woep, is helemaal ging. Zoiets. Nou, we gaan nu al die zakken leegmaken. Dat gaat natuurlijk ook nog een eeuwigheid duren. We gaan uiteraard alles netjes opruimen, want we laten niets achter in de natuur. Binnen een half uur heb ik gewoon alles weer opgeruimd. Ik heb 8 uur lang lopen strijden om heel dat ding te bouwen. En in het eindshot valt er voor de 3e keer een muur om. Ik heb alles netjes opgeruimd. Ik heb zelfs een paar bierflesjes die ik had gevonden in mijn tas gedaan. Even een paar slokken en dan ga ik 1 uur teruglopen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. Laat in de reacties weten wat je de volgende keer wil zien. En 30.000 abonnees dit jaar zou fantastisch zijn. Hoi, hoi. Dit was best een dagje strijden. Een dagje strijden was het zeker. Laat even weten wat jullie de volgende keer willen zien. En check voor nu even de video waar ik solo ging overnachten in Marokko.